Met zindelijkheid wordt over het algemeen heel erg, naar mijn mening, vroeg begonnen. Vaak is het zo dat als kinderen rond de 1 zijn, dat ze enigszins een beetje kunnen aangeven of ze wel of niet moeten plassen of grote boodschap moeten doen. Het is zo dat ik vond, ja, vanuit de oude generatie is het echt zo, zodra ze enigszins al een beetje aangeven dat ze kunnen plassen en poepen, dan worden ze meteen op een poog gezet. Vroeger werd er al heel erg veel mee begonnen, omdat er natuurlijk ook geen luiers waren. Dus het kostte de vrouwen ook natuurlijk heel erg veel tijd en energie om de katoenen luiers schoon te maken, uit te koken en dergelijke. Maar je ziet dat het eigenlijk nog wel verder gaat. Veel oma's die passen op. Veelal is het toch al snel dat plasjes in ieder geval al op de poog gedaan worden. Of ja, dus ze worden in de armen van de moeder of van de oma of de oppas vastgehouden boven het à la Turca toilet. Dus de platte wc's, de hurk wc's, zodat ze daar alvast in ieder geval aan wennen. Wat ik wel ook veel uit familiekring en vriendenkring heb gezien, is dat de kinderen vaak zindelijk worden gemaakt in de zomer. Omdat ze dan bijvoorbeeld met speciale onderbroekjes kunnen rondlopen of gewoon enigszins bloot kunnen rondlopen op de balkons. Of veel in de zomerhuisjes of in het dorp, waar het niet zo erg is als je natuurlijk een ongelukje hebt. Dus vaak wordt het in de zomer wordt er echt getraind om ze zindelijk te krijgen. Wat je ook vaak ziet is toch nog dat kinderen vaak overdag zindelijk zijn, maar 's avonds toch nog een luieren om hebben. En dat soms nog best wel even duurt. Maar ja, er wordt vrij snel mee begonnen.